Welkom bij dit korte filmpje waarin ik laat zien hoe je een studie in OVU aanmaakt. OVU staat op ovu.ou.nl en hier rechtsboven staat een knopje inloggen waar je mee kunt inloggen. Je kunt dan je username en je wachtwoord ingeven, hoewel OVU binnenkort, misschien zelfs al als jullie het gebruiken, wordt aangesloten op IDM, dat is het Identity Management Systeem van de Open Universiteit. En als dat het geval is, hoef je hier niet eens in te loggen, want dan weet je automatisch wie je bent. Maar als dat dan niet zo is, dan kun je inloggen via dat knopje. En dan kun je met je password manager, die iedereen natuurlijk gebruikt, want er is een AVG. Ik gebruik zelf KeePass, want die is open source en super gebruiksvriendelijk. Kun je automatisch je wachtwoord invullen en dan kun je inloggen. Vervolgens zie je in OVU hier aan de rechterkant, dat is goed om mee te beginnen, de handleiding. Dus daar kun je op klikken. Ik doe dat met Ctrl, zodat hij een andere tab opent. Misschien doet hij dat sowieso wel, maar je weet nooit. En dan kun je de handleiding openen. Dus daar staat veel meer details dan ik in dit filmpje kwijt kan. In OVU zie je hier rechtsboven je studies. Dus we gaan nu even een nieuwe studie aanmaken. Dus dat doe ik met voeg NL studie toe. Vervolgens geven we een titel van de studie. Dat noemen we een titel. En die slaan we op. We zien hier een workflow. Dat gebruikt OVU om aan te geven waar in de workflow een studie is. Als je hem in een conceptversie, een draft hebt aangemaakt, kun je hem op een gegeven moment testen en daarna kun je hem pas publiceren. Dat is handig, want de testdeelnames kun je daarna heel makkelijk zien in je databestand. Dus, ik maak de studie aan. OVU doet dat nu. En vervolgens beland je in het scherm wat eigenlijk een beetje is wat de deelnemers zien. En daar zie je dus alle informatie die we nog moeten invullen. Dat gaan we nou niet allemaal doen, maar ik zal wel even laten zien waar je dat invult. Elke studie heeft een header. Dat is een plaatje van 720 bij 120 die je dus zelf kunt maken. En hier staat wat informatie die we de deelnemers kunnen laten zien. Hier rechts kunnen we de header aanpassen. En hier kunnen we ook andere informatie aanpassen, zoals bijvoorbeeld de tekst voor de informed consent. Er zijn een aantal informed consents die te kiezen zijn. Voor guest users, dat zijn anonieme deelnemers die geen account maken, maar die achter de schermen, onzichtbaar voor hen, een account krijgen in het systeem om het mogelijk te maken data te koppelen, kun je gewoon een tekst aangeven en mensen kunnen dan een vinkje zetten om daarmee akkoord te gaan. Als je zogenaamde verified users hebt, dat zijn mensen met een account die je dus ook vaker kunt benaderen voor deelname, dan zijn er informed consent met of zonder handtekening en ook een aparte voor als je ouders en kinderen specifiek interviewt. We houden het hier gewoon op het simpele vinkje. Vervolgens kunnen we studies toevoegen. Dat kan hier bij de study tasks. We hebben hier al één taak toegevoegd. Dat is een standaard lege taak die wordt aangemaakt. En die kunnen we hier specificeren. Dus dat wordt de eerste vragenlijst. En dan kunnen we vervolgens de server selecteren die we gebruiken. We gebruiken hiervoor gewoon LimeSurvey 3. En hier gaan we dan de identifier van de taak invoeren. De identifier is een uniek nummer van deze taak. Dus we gaan naar LimeSurvey, waar we dan vervolgens weer inloggen. En dat doen we natuurlijk met KeePass, omdat we sterke wachtwoorden willen gebruiken die we nergens op willen slaan waar we er makkelijk bij kunnen. Dan kunnen we even kijken naar de vragenlijsten die ik hier heb. En wat schetst mijn verbazing? Er is al een eerste vragenlijst aangemaakt. Dat is handig. Deze eerste vragenlijst heeft één vraag, real question. En twee aparte onzichtbare vragen. Eentje om het zogenaamde pseudoniem van de deelnemer op te slaan. En één om een unieke code per specifieke deelname op te slaan. Die hoeven we niet per se op te slaan. Maar om te illustreren hoe dat eruit ziet heb ik hem hier wel toegevoegd. Deze eerste vraag, participant ID, is altijd verborgen. Dat stel je in door als je een vraag hebt aangemaakt. Hier aan de rechterkant bij display. Always hide this question op on te zetten. Verder is de vraag een short free text. Ik kan dat nu niet aanpassen, omdat deze survey actief is. Maar dat wilde ik wel even laten zien. Dit is dus maar één simpel tekstveld die niet zichtbaar is voor de gebruiker. Maar die zit er wel in als vraag. Datzelfde geldt voor de task ID. En de enige echte vraag die zichtbaar is, die de deelnemer dus ziet, is deze real question. Die, zoals hier te zien is, ook een belangrijke vraag is. Die eerste twee vragen worden gebruikt om de gegevens van OVU op te slaan, zodat we die later in onze dataset hebben. Om dat goed te laten verlopen, hebben wij hier bij de panel integration
aangegeven. Oh, dat we. Ah, dat hebben we wel aangegeven. Dat we twee parameters gaan krijgen van OverU: Subject ID en Test ID. En die twee slaan we vervolgens op in Participant ID en Task ID. Als je één toevoegt, dan kun je hier aangeven wat de parameternaam is. Dat is de naam die je meekrijgt van OverU. En hieronder kun je de vragen selecteren waar je hem in op wil slaan. Dat moeten tekstvragen zijn, van die short text field vragen. Dus er zijn hier maar twee zichtbaar. Die derde vraag, die de deelnemers te zien krijgen, was een vraag met radio buttons. Dus een meerkeuzevraag. Dus die is hier niet zichtbaar, want daar kunnen geen arbitraire waarden worden opgeslagen. Hier is dus ingesteld dat wij, als we worden aangeroepen, twee variabelen meekrijgen. Subject ID en test ID. En die worden in onze dataset opgeslagen in die twee variabelen. Vervolgens, als we klaar zijn, hebben we een zogenaamde end URL. Die end URL die komt uit de handleiding. Pagina 9, als ik het me goed herinner. Oh, moet ik helemaal naar pagina 9 scrollen. Daar wordt uitgelegd hoe dat werkt. En daar staat deze URL. Met de subject ID en de test ID. Dus deze URL staat hier. Pass-through betekent dat het variabelen zijn die we zelf hebben meegekregen. Dus hier worden die twee variabelen die wij meekrijgen van OverU, geven we, als we klaar zijn met deze vragenlijst, weer terug aan OverU. Bovendien is bij presentation hier ingesteld dat we automatisch een URL laden als de survey klaar is. Dat betekent dus dat als deelnemers klaar zijn met deze lange survey met één hele vraag, ze automatisch worden doorgestuurd naar die URL die ik net liet zien. Dus dan worden ze teruggestuurd naar OverU met dat pseudoniem. En dat pseudoniem vertelt aan OverU wie ze zijn, zodat ze gepresenteerd kunnen worden met de volgende taak. Oké, nu kunnen we de identifier van deze LIME-survey-vragenlijst invoeren als onze eerste taak in OverU. Dus ik kopieer de identifier. Ik ga terug naar OverU en ik paste die hier. Nou, vervolgens slaan we deze op. En dan gaan we een tweede taak toevoegen. Die noemen we tweede vragenlijst. Dat lijkt wel toepasselijk als de eerste vragenlijst heet. Die staat ook weer op de LIME Survey server. En dan moeten we even kijken hoe die eigenlijk heet. Tweede vragenlijst. En die heeft deze identifier. Verder heeft hij dezelfde instellingen, zoals hier ook zichtbaar is. Die heeft ook weer een end URL ingesteld. Die heeft ook één vraag, etc. Dus we stellen deze task ID in. We zetten het weight op iets hoger dan 0. Zeg 10. Om aan te geven dat we deze later willen presenteren. En vervolgens kunnen we het design van de studie specificeren. Met het design kun je aangeven hoe de verschillende taken in de studie aangeboden worden aan de deelnemer. Sequential betekent van voor naar achter, in de volgorde die was gespecificeerd. Allemaal één keer betekent dat ze niet per se in een bepaalde volgorde hoeven, maar ze mogen wel maar één keer. Always all betekent dat ze allemaal mogen zo vaak als een deelnemer wil. Random with replacement, ja, dat zegt het al, er wordt dus willekeurig steeds één gekozen, maar je kunt ze vaker doen. En random without replacement betekent dat ze allemaal af worden gegaan in een willekeurige volgorde, maar elk maar één keer. Scheduled is een speciaal design waarmee je met OverU ASM studies kunt doen bijvoorbeeld. Dus je kunt een schema aangeven en dan op die momenten worden herinneringen verstuurd. Dat kun je ook gebruiken als je follow-up metingen hebt en dat soort dingen. En manual is wat complexer. Daarmee kun je de zogenaamde state machine van OverU gebruiken om aan te geven wanneer en onder welke condities deelnemers naar een verschillende toestand, een verschillende state, moeten transitioneren. En daarmee kun je heel complexe dingen bouwen, wat super handig is, maar dus ook een beetje complex. Dit wordt in meer detail uitgelegd in de handleiding. Voor nu mogen mensen gewoon één voor één door de studie zijn. In OverU kun je ook heel makkelijk studies in het virtuele lab hangen. Het virtuele lab wordt gebruikt in het eerste onderzoekspracticum, inleiding onderzoek. En het idee daar is dat het belangrijk is voordat wij onderzoekers opleiden, die deelnemers gaan werven en daar onderzoek mee gaan doen, dat ze zelf ook de ervaring hebben hoe het is om deel te nemen aan een studie. Dus dat maakt deel eigenlijk uit van de academische ethische vorming van onderzoekers. Het is belangrijk dat het ook echte studies zijn, zodat die
zeldzame participant burden niet wordt verspild. Want dat zou natuurlijk ook ethisch wat tricky zijn. Dus het idee is dat wij daar echt onderzoek voor gebruiken. En dat kun je erin hangen door hier dat vinkje te zetten. Nou, we hebben geen maximum aantal deelnemers. En we hoeven deze studie niet in het virtuele laboratorium te hangen. Dus we slaan dit op. Dan vinden we dat we nu klaar zijn. Dus dan kunnen we gaan testen. Dan kunnen we hierbij edit, kunnen we de workflow van de studie zelf editen. Dus daar zetten we de workflow naar test. Je ziet ook hier, je kunt niet naar publish toe. We moeten eerst testen voordat we naar publish toe kunnen. Wat natuurlijk logisch is, want je wil natuurlijk nooit een studie online zetten als je hem niet grondig hebt getest. Oké, dan zijn we nu zover. Dus dan kunnen we nu de studie gaan uitvoeren. Daarvoor open ik even. Dan pak ik dezelfde URL van de studie. En ik open een private window, zodat ik niet langer ben ingelogd. En dan zie ik de studie nu als deelnemer. Dit is dus dezelfde informatie ongeveer die we net zagen. En die kun je dus helemaal instellen in die velden hier aan de rechterkant. Dus bij public info bijvoorbeeld hier staat deze informatie. En als we dan teruggaan naar de deelname, dan zie je hier dezelfde informatie staan. Oké, wij bevestigen dat we graag mee willen doen aan deze leuke studie. En vervolgens laat OverU ons zien de informatie binnen de studie. En kunnen we deelnemen aan de eerste taak, wat in dit geval de eerste vragenlijst is. Dus we gaan naar de eerste vragenlijst. Dat was maar één vraag, zoals ik net aangaf. Dus we beantwoorden die vraag naar eer en geweten en verzenden die. Op dat moment stuurt LimeSurvey de deelnemers automatisch terug naar O4U met die code, dat pseudoniem. En O4U weet dan wie we zijn en weet dus dat wij nu recht hebben op de tweede vragenlijst. Als ik hover boven deze URL, zie je onder de URL waar we naartoe gaan. En daar zie je diezelfde identifier van LimeSurvey staan en het subject ID, dat is het pseudoniem, en het test ID. Die twee variabelen worden dus meegegeven aan LimeSurvey. Die krijgt hij vervolgens. Vervolgens beantwoorden we de vraag in de tweede survey, die er verdacht veel uitziet als de eerste, maar ik kan je garanderen dat het de tweede is. En die sturen we terug en vervolgens zijn we klaar. Het kan zijn dat ik hier misschien ben vergeten om aan te zetten dat we automatisch door moeten. Dus dan doen we dat zelf maar even. Dan komen we hier en hier staat dan informatie die we krijgen, te zien krijgen bij afsluiting van de studie. Dus zo loop je als deelnemer door zo'n studie heen. Als we nou in LimeSurvey gaan kijken, dan zien wij bij de responses dat ik het al 2 keer heb gedaan inmiddels. Ik heb tenslotte niks meer te doen. En als we dan kijken naar de responses, dan zien wij... dan moet ik hier naar rechts scrollen. Dan zien we hier die participant ID. Daar zijn die zogenaamde pseudoniemen ingevoerd. Hier zien we die task ID en hier zien we de antwoorden van de deelnemers. Dus hier zien we dit pseudoniem staan. Als we nou de tweede survey openen, dat kan met wat geluk zo daarnaast. Oh, wacht even, dit was de tweede, of niet? Ja, dus dan openen we nu de eerste. En dan kijken we daar bij de responses. En dan scrollen we daar naar rechts. Dan zien we hier dat het pseudoniem dit is. Dus T71-950-73-78-36. En hier is het T71-950-73-78-36. Hierachter staat het task ID. Dat is 745 van die task, van die tweede taak en 749 voor de eerste. Hiermee kun je dus als deelnemer, als onderzoeker, die twee datasets aan elkaar koppelen en dan weet je wie is. Terwijl je toch geen toegang hebt gehad tot de persoonsgegevens. In dit geval, omdat het een guest user was, waarbij de account in Drupal onzichtbaar was voor de gebruiker, voor de guest user, de deelnemer, zijn er geen persoonsgegevens opgeslagen in O4U. Maar dit werkt precies hetzelfde als je wel persoonsgegevens laat opslaan. Dan maken mensen een account, ze slaan hun e-mailadres op en dan kun je mensen dus vaker herinneren en dan kun je die gegevens aan elkaar koppelen zonder dat jij ooit toegang hebt tot die persoonsgegevens van de gebruiker. En op die manier kan O4U hopelijk ons leven wat ontlasten. Bedankt voor jullie aandacht.